Ja, ik ken Marijn natuurlijk al jaren hier bij het Nationaal Ballet, maar ook met hem gewerkt in Stuttgart. Marijn is een fabuleuze danser. Zodra hij op het toneel komt, staat hij er. Dat ziet het publiek ook meteen. Dat heet charisma. Marijn is de beste Nederlandse danser die we in jaren hebben gehad. Iemand bij wie alles samenkomt. Iemand bij wie je niet meer naar passen kijkt, waar je het niet meer hebt over al die dingen waar je het altijd over hebt. Passen en lichaam en muzikaliteit, alles komt samen. Hij is ook ideaal voor een choreograaf, want hij neemt risico en dan laat je wat zien. En hij krijgt het van elkaar om alles meteen fantastisch vast te leggen. I didn't really know Marijn when I cast him as Alan's friend in A Streetcar Named Desire. But when he stood at the window with the light coming from the side on his face, I couldn't take my eyes off of him. I think it was the honesty of his emotional involvement in the moment that made it clear for me that when Reed Anderson was going to revive A Lady of the Camellias in Stuttgart, it had to be Marijn to do Armand. I think it was a kind of breakthrough for him. But it wasn't just a breakthrough in a sensational way. It was the beginning of a very serious career. Ik heb in Marijn de ideale danspartner gevonden. Toen we voor het eerst samen dansten in een paradeu van Hans van Manen, Two Pieces for Head. Toen waren we allebei heel erg nerveus. En vanaf het eerste moment dat we samen dansten in de studio, was het magisch. Ongelooflijk vertrouwen in elkaar, als kunstenaars, als dansers, als partners. Heel veel liefde eigenlijk al meteen. En heel erg veel plezier. We kunnen ongelooflijk heerlijk met elkaar lachen. Nee, nee, stop. Oké, let's be proper. Wat interessant is aan Marijn is dat het is een ontzettend aardig en leuk, onpretentieus iemand in het dagelijkse leven. Eerder rustig en nuchter, maar op het toneel dan heeft hij zelf de eerlijkheid, maar dan kan hij alles behalve nuchter zijn. Hij kan als een razende, gepassioneerde lover echt zichzelf helemaal verliezen. Hele mooie man natuurlijk, maar het is ook iemand die zijn hele ziel open en bloot legt op het toneel. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Het is heel moeilijk om uit te leggen waarom iemand nou zo goed danst en waarom iemand nou een snaar raakt bij je. Door zijn beheersing van wat hij doet, van hoe hij iets doet, van hoe hij erover nagedacht heeft, maar ook door instinct, die combinatie creëert een soort rust als je naar hem kijkt, waardoor je het gevoel hebt, ik kom thuis. We gaan hem enorm missen en daar hebben wij het nooit over met z'n tweeën, want hij is gewoon mijn beste vriend die toevallig ook nog heel goed kan dansen. Maar ik ga Marijn enorm missen op toneel als geweldige artiest. Iemand die, waarvan er echt niet veel zijn. Marijn, we houden van je.